Namens de hele gemeente hadden we een roetje geven. En dan in dat we gaan vertrekken bij het luiden van de bel. Dames en heren, dames, een applaus. We gaan vertrekken voor de finale wedstrijd hier natuurlijk in Gramsbergen. Eindelijk was het dan zover, de finale marathon in Gramsbergen. Maar wat gebeurt er nou tijdens zo'n marathon rondom de ijsbaan? Ik ben eens even een kijkje gaan nemen. Gaat het allemaal goed? Perfect, gaat perfect. Waar is dat goed voor? Ja, dat is even voor de tijdopname, hè. Dat is, en de finishvoordeel, dat ze precies kunnen zien van wie de eerste, de tweede en zo is. Dus dat moet perfect voor elkaar zijn en dat is het nu. Laatste doekje van Gramsbergen. Van de 400. Kom binnen. Nee, doe ik niet. Sorry, ja. Meneer? Ja? Wat doet u vanavond hier? Ik ben het steeklijst aan het maken, Tony. Dus de deelnemerslijst. Okay. Komen jullie nog voor iemand in het bijzonder vanavond? Nee, helemaal niet. We komen gewoon kijken. De eerste marathon in Gramsbergen gaan we kijken. Weegt dat nog zwaar, zoiets? Het zwaar is? Nee, dat valt wel mee, hoor. Jullie vragen eerst de hoogte van de hoogste schaatser, of hoe werkt dat? Even vaste hoogte. Nou, we gaan wel uit van de langste schaatser, ja. Nou goed, in dit geval is dat Ruud Bos. Nou, goed, als hij er onder door kan, is het prima. En hij is hoe lang? Ja, ze zeggen ver over de 2 meter, dus vandaar. Dat is wel heel lang, hè? Heel lang. Veel deelnemers en deelnemers zullen dan ook deze wedstrijd met beide handjes aan gaan grijpen om ervoor te zorgen dat ze in optima forma zijn in het en op het Overijsselse IJs. De deelnemerswedstrijd hier natuurlijk in Gramsbergen. Goed, burgemeester Meulman, wat doet het voor de gemeente Hardenberg deze finale marathon in Gramsbergen? Dit is een fantastisch evenement om te beginnen. Geweldig wat die mensen hier voor elkaar hebben gebakken in een paar weken tijd. Want je moet maar hier kijken wat hier gebeurd is. Onovertreffelijk. En dan ja, de naamsbekendheid van Gramsbergen en Hardenberg. Hebt u zelf iets met schaatsen? Ik heb heel veel met schaatsen gehad. Ik doe het de laatste tijd niet meer. Maar ik heb vroeger heel veel geschaatst. Jolanda Langeland. Zij wint een eindklassement. En wilt en wint bakken met euro's. Tappes, Ami Tappes met nummer 5 Ingmar Berga. 27 Christijn Groeneveld. Dat zijn ploegenoten van Gerry Hekman. 62. Als ik het goed begrepen heb, bent u de man voor de pionnetjes vanavond. Wat is de bedoeling daarvan? De bedoeling is dat de baan niet kapot gereden wordt. Op het moment dat de rijders steeds de langers heen gaan, dan trappen ze de hele baan kapot. En dan wordt langzaam de pion naar binnen gehaald. U ziet dat er geloerd wordt en de mannen die schuiven weer als een harmonica in elkaar rond. Dat ligt toch niet, zeg maar, een kilometer. Het is hartstikke steun, maar wij zagen dat het beest van Gramsbergen was gevallen. Hij viel op de kotten. Ja. Dames en heren, geef een geweldig applaus, Gerry Hekman. Ja. Bij de spoorwegen, dus dat kan even duren. We gaan het meemaken. Ja, heel cool. En dan sta je dan als nieuwe voorzitter van Ons Genoegen. Je mag de prijs uitreiken. Wat vond je van vanavond tot nu toe? Ja, geweldig. Ik vond het echt super. Ik heb echt genoten. 4 dagen wedstrijd. 4 dagen gaat uniek in Nederland, hè. Prima samenwerking tussen de verschillende ijsverenigingen. Complimenten, zo gaat het moeten. Is dit een top trio van de finale in Gramsbergen. Met dus Ingmar Berga, met Ralf Switzer en Willem Huts.